De regering van de Republiek Suriname is in spoedoverleg bijeengekomen om te praten over de alarmerende situatie in het zuiden van ons land. De zware regens van de afgelopen maanden hebben namelijk het zuiden van ons land met een groot aantal dorpen, ruim 2000 inwoners, onder water doen lopen. De situatie is heel ernstig voor deze inwoners. Deze zijn namelijk verstoken van drinkwater, elektriciteit, voedsel, kleding en medicamenten. Het gaat om de dorpen Kwamalasemutu, Sipaliwini, Tepu, Alalapadu, Apetina, Buruni, Amatopo, Palumui en Kawemhakken. Onlangs hebben ons dus berichten bereikt dat er in het zuidwestelijk deel van Suriname een aantal dorpen vanwege de vele regens die er zijn geweest in de afgelopen periode, zijn er een aantal dorpen deels geïsoleerd, andere zijn geheel geïsoleerd geraakt vanwege het feit dat deze dorpen bijna uitsluitend met de boot, de Koryaal, dan wel met het vliegtuig te bereiken zijn. Een heel groot deel van de vliegvelden die is ongeschikt verklaard op dit moment vanwege drassigheid. En dat betekent dus dat er een grote nood ontstaat, omdat er geen vliegbewegingen kunnen plaatsvinden en dus fourage, vooral op het gebied van voedsel, medische voorzieningen, etc. van de dorpen, eigenlijk in gedrang komen. Het is dus daarom dat NCCR rapportages heeft binnengekregen over het gebied zelf. En dat er dus nu gekeken wordt naar een mogelijkheid om de noden van deze dorp te lenigen, van deze dorpen te lenigen. Op het gebied van voedsel, maar ook op alle andere gebieden die eventueel noodzakelijk zijn op dit moment. De verwachting is dus dat de regens blijven aanhouden of dat er meer regen zal komen. En uiteraard wordt er ook rekening gehouden met niet alleen de gebieden waar we het dus nu over hebben. En dat zijn dus de gebieden in het zuidwesten, maar zeker ook alle andere gebieden in Suriname. Die zijn onder controle en die zijn onder surveillance van het NCCR. De informatie die wij op dit moment hebben, gaat het om een aantal inheemse dorpen. We hebben 9 op dit moment, die zijn dus geïdentificeerd. En uit het hoofd kan ik zeggen Kwamalasemutu, Sipaliwini, Kuruni, Amatopo. Ik denk, we praten over Tepu, we praten over Apetina, we praten over Kawamhakken. En het kan zijn dat ik eentje heb gemist, maar dat zijn dus onder andere de dorpen waar we op dit moment naar kijken. De begaanbaarheid van de vliegvelden die is op bepaalde dagen is het open, geschikt en op andere dagen is hij weer niet geschikt. Dus, maar alles heeft te maken met het weersfenomeen. En volgens de meteodienst van Suriname zal deze situatie voor de komende periode blijven aanhouden. Dus de komende 3-4 maanden zal dit hetzelfde beeld zijn. En uiteraard moeten we kijken hoe we de mensen kunnen ondersteunen wat dit betreft. Ja, er zijn inderdaad enkele metingen geweest. Onder andere waar dus diverse ministers aan hebben geparticipeerd. En om heel eerlijk te zijn, is het onderwerp geweest hoe zal de hulp gegeven worden aan de diverse dorpen die getroffen zijn door deze situatie.